Gaan we nou? Ik ben gestuurd door mijn tante. Wie zit dan wel? Miepie. Oh, ga maar zitten. Durfde ze zelf niet mee te komen? Nee, ik wel. Ik ben niet bang voor je, als je dat soms dacht. Hoe oud ben je? 16. Ben je ook maar een klein opzode, Mietietje. Oh ja? Hij hoeft niet gelijk op de kast te springen. Hoe heet je? Slofje. Slofje? Ja, eigenlijk heet ik Angelique. Wat je pakken voor de piek. Nou, vertel het, Wilm. Mijn tante zei dat ik je moest komen helpen. Daar is de keuken. Een kastje van je handdoek, zeep en een spons. Ga je douchen. Wie? Ik? Nee, ik. Er ligt ook een schaar. Knip je haar en maak ze schoon. Schiet op. Verdien je? Kost in één woning. En een joet. Per dag? Nee, in de week. Een tientje in de week? Nou, kom op, we gaan boodschappen doen. Kleed een kind aan, zodat ik niet steeds misselijk word ik naar de kijk. 3 jurken, niet overdreven, gewoon netjes. 2 jassen. Ga je gang als je onder de 5 meijer blijft. 5 wat? 500 piek. Wat gebeurt er toch allemaal met me? Wat er met jou gebeurt? Je komt bij mij in dienst. Kost een inwoning is 60 gulden de week. 60? Oh, en dat de Mippie? Ah, dat maak ik wel in orde. Tante Mippie zegt dat jij dat meisje hebt doodgestoken. Dat weet ik. Maar ik geloof het niet. Oh, geef me nog wat je. Nee, die. Stille is ons vanmiddag overal gevolgd. Waarom, Slofje? Ik heb dat meisje niet vermoord. Maar dat zeg ik. Laten we nou even uitspreken. Oh, nou, ik doe geen bek meer open. Ik zeg dus... Heb je lekker gegeten? Ja. Ik geloof dat ik een beetje te vlug ben geweest jou in dienst te nemen. Waarom? Omdat het hier wel eens heel gevaarlijk kan worden. Weet je wat ik eigenlijk doe voor de kost? Ja, natuurlijk. Die rijke patjes verdienen toch niet beter. Juwelen zijn niks waard als je ze niet verkoopt. Nou, jij pikt die steentjes bij die stinkers en verkoopt ze weer. Mij best. Kijk eens aan. Kort en krachtig. Zomaar zonder markt. Zonder wat? Laat me zitten. Mag ik in de plusjes doen? Ja, tuurlijk. Je hebt gemerkt dat we door een stille gevolgd werden. Dat is knap van je. Maar dat is niet voor niks. En jij hoeft ook niet voor niks met dat mis. Ga die van Bossen vermoorden? Kom op, Slofje. Pak je spullen en ga terug naar tante Miepie.
Hey, ben je teruggekomen? Teruggekomen? Ik ben niet weg geweest. Tof kamertje boven, ome Glimmie. Koffie? Nee. Hoe weet je eigenlijk dat hij de brieven schreef met bedreigingen en zo? Dat heeft ze Bonk in de sanitaire verteld. Wat ga je nou met die brieven doen? Terugverkopen? Dan moet je eens even goed luisteren, meisje. Ik ben een inbreker. Als we hem pakken, ga ik de kast in. Inbreken is zuiver. Ik profiteer van de rijkdom van de mensen. Een chanteur profiteert van de ellende. Een chanteur is een vuilvies profiteurtje. Vraag nooit bij zulke stomme dingen.